Oké, beste mensen, daar zijn we dan weer met les 3 deze week. En nou ja, ik kwam dit boekje tegen, Mijn jaar in kleine tekeningen. Ik ga zo meteen wel met acrylverf nog eventjes een keer weer bezig, alleen dan op een andere manier dan de onderwerpen van eergisteren en die dag ervoor. Wat meer richting realisme ging. Dit kleine boekje, Mijn jaar in kleine tekeningen. Gaat over de allemaal dingetjes die je in huis en rondom huis, ook op straat, maar ja, daar mag je nou eigenlijk bijna niet komen. Kunt tekenen. Het gaat van handen naar een wirwar van snoeren, naar eten in verpakkingen. Nou, die heb je nu waarschijnlijk ook wel net iets meer in huis dan voorgaande periodes. Speldjes, medailles en knopen. Nou ja, en dit boekje dat heeft dan allemaal kleine stukjes waarin je dat soort dingetjes dan kunt gaan doen. Dus misschien is dat een idee, mocht je thuis je vervelen of denken van wat moet ik allemaal gaan met mijn tijd. Spelletjes misschien natuurlijk, maar goed, we zijn hier niet om dat soort dingetjes te promoten, maar met name de, en daar bedoel ik gezelschapsspelen mee, of games zoals ik ze hier ook wel op mijn kamer doe. Kijk, dit is trouwens mijn vieze nagel. Schoonmaken. En verloren of weggegooide spullen, schoenen zou je kunnen gaan tekenen, deuren, ramen van buitenaf of van binnenuit in dit geval, vensterbanken bijvoorbeeld, de horizon enzovoort. Er zijn echt heel veel dingetjes die je kunt gaan doen. Wat ik dus hier nu wil gaan doen is een gedekte tafel, want een gedekte tafel is dan ook iets wat je natuurlijk nu thuis binnen als onderwerp met name zou kunnen gaan doen. En ik probeer het dus enigszins impressionistisch te doen. Dus dat houdt in dat ik wat meer met grove toetsen het opbouw. En dan ben ik benieuwd of ik het dan nog wel zo ver weet te doen dat het herkenbaar is. Of dat het meer de sfeer is. Dus het is een beetje een wat vrijere vertaling van dit gebeuren. Minder gedetailleerd en op de vorm gericht. Zoals eergisteren en die dag ervoor. Ik kan het hier wel even neerleggen dit keer. Dan kun je een beetje zien hoe dat zich ontwikkelt. Ik zat te denken om nu eens eventjes met een spons even op te bouwen. En de achterkant. Ja, wat mij opvalt zijn die heerlijke mooie iPad er niet onder. Tintjes. Hier komt die kaas of iets dergelijks. Nee, kun je er al een beetje uithalen. Nou, een impressionisme is eigenlijk gewoon de toetsen zeg maar die dan de afbeelding met name maken. Dus ik ga het even een beetje toetserig opbouwen. En dat is niet handig dat ik mijn bril op heb. Oh ja, ik zal dit hier even neerleggen. Dan wordt die hoes natuurlijk vies, want dat valt mee. Even kijken. Kijk, maar die kaas hier, die is ietsjes donkerder aan de achterkant. Dus die ga ik nu gelijk even een beetje los trekken. Maar ik wil het wel toetserig houden. Een keer. Dus het draait iets meer om de kleuren. Ik denk qua compositie, of qua waar ik daaruit kom, zal het waarschijnlijk niet helemaal. Uitkomen dat ik alles erop krijg. Dus het mag een beetje meer fantasie zijn. Hier krijg je een beetje een tintje van die kazenstandaard. Nou, ik kan deze gelijk gebruiken voor wat hier staat. Een of andere pot. Nog ietsjes meer die kant op. Even kijken hoor. Goed, doe je ogen aan heen kijken. Ik heb helemaal geen wit nog op het palet. Ik zal proberen iets minder delen te maken, want het waren wel hele lange filmpjes die ik gisteren had.
Dus eens een keer heel anders werken. Nogmaals, gisteren en eergisteren was het ook echt een afbeelding van donker naar licht. Hier, cranberries. Of bramen of iets dergelijks. Kijk, dan moet die potten natuurlijk wel helemaal op. De bruinigen. Ja, en zwakt dit elke keer wat af, hè? De tinten gaan niet te veel. Oh wel, kijk, dit zijn hele felle kleuren. Je mag natuurlijk uiteraard helemaal doen wat je zelf wil. Maar als je wil dat het ook met licht donker heel een beetje wel te maken heeft. En niet alleen maar met felligheid en dat soort dingen. Dan is het misschien mooi om de kleur ook wat af te zwakken. Want je ziet dat het allemaal gedempte tonen zijn. En die gedempte tonen, die krijg je met name een beetje voor elkaar. Dus door de kwast niet elke keer helemaal schoon te maken. Maar door... Nou, hier komt die. Ja, maak de zin maar even land in. Maar door... het bord moet een beetje een ovaal worden. En nogmaals, mag een beetje afwijken. Dat je de kwast niet helemaal schoonmaakt, maar dan denk je van, dan wordt het misschien wel modder. Dat hangt er vanaf. Als je dat wat je aan de kwast aan viezigheid hebt, zeg maar, van een kleur die je eigenlijk niet wil, die misschien ook helemaal niet bij die kleur die je gaat mengen past, maar als je gewoon wat meer van die kleur pakt, die dus die je wil, en wat minder van die viezigheid, zul je zien dat die kleur die je wil, het op een bepaalde manier, ja, net een toontje anders heeft dan dat je gewoon bent. Of gewend bent. Wat ik nou doe is trouwens ook een beetje een tint die hier is, hier ook heel klein beetje weer in terug laten komen. Ik krijg dus helemaal zo meteen dat glas. Maar dat kan ik al een beetje weergeven natuurlijk. Ik werk nu ook ietsjes meer met verschillende kwasten. Dan moet ik elke keer dat dus schoonmaken, wat ik aan licht. Dan maak ik wel even schoon. Zal ik de wc-papier pakken? Neem ik wel op? Ja, ik neem op. Denk ook aan een cursist die gewoon nog eventjes op laatste moment naar Japan is vertrokken. Dus die, ja. Maar goed, wel een beetje wist. Nou ja, niet hoe het zich helemaal zou ontwikkelen, maar wel een beetje. Maar ja, het zijn altijd dilemma's. Je hebt wel betaald voor die reis. Dat is het glas. En heel mooi kun je zien dat het ook waarschijnlijk door die fotograaf bewust zo gedrapeerd is. Ik krijg hierachter iets waardoor het glas ook heel mooi afsteekt. En dit hoort dus weer bij een beetje dit. En dan ben ik weer een beetje met die les van gisteren bezig. Dus ik moet het niet te veel doen in licht donker denk ik, maar wel een beetje. Anders krijg je dat glas.
helemaal niet loskomt. Nou, en wat je aan de kwast hebt, ja, gaat het ook gelijk ergens anders neerzetten. Veel met de vingers, uiteraard ik. Hier een bord. Mooi over het bord, dus het bord moet ik eigenlijk wat groter maken. Het is ook een heel klein beetje breien wat ik nou doe, omdat ik niet dus van tevoren een schets maak. Als je iets meer controle wil hebben over waar je wat plaatst, ja, dan is het handiger om even een schets te maken. Ovaal, dat komt allemaal wel. Ja, een hele mooie weer knal. Een gele weer spiegeling op dit. En probeer niet alleen maar dan mee te gaan, maar ook af en toe weer even. Ja, maak van die vlekken een leuk festijn. Hier kan ik vast met een penseeltje. En zometeen ga ik nog met die omgeving bezig, waardoor het allemaal nog wat helderder wordt. Wat is enzovoort. Hier omheen ook weer iets van donker. Waar zeg maar die pot zich, of die, ja, wat is het, een glas, zich zometeen tot gaat verhouden. En dit hoort weer bij het achtergrond. Wat het precies is, ik zou het echt niet weten. Maar ik denk ook een soort kan. Ja, dat weet ik wel zeker. Toch wel, zie ik al mee. Komt er in beeld. Hier ook weer. Lekker schilderen, mensen, zou Peter Klas wel zeggen. Ook de ene corona-interpretatie naar de andere op Facebook plaatst. Op in zijn hele karakteristieke, manier. Dus wel ook heel erg expressief. Een keer wat blauwig er nog bij. En, nogmaals, ga niet al die streepjes naast elkaar zetten. Af en toe even verbinden met je vingers, is ook wel mooi. Dan krijg je hier dat bord wat hier voorlangs moet. Dat teken ik maar heel eventjes. Even een betere ovaallanding, dit is natuurlijk helemaal niks hier. Kijk, dus dan kun je beter zo doen.
Nee, ga ik zo meteen weer overheen met. Ik krijg nog bestek te liggen. Wat ik niet het allerbelangrijkste vind hoor. Maar... Want nogmaals, ik wil het een beetje. Pas dat je niet zo'n hele rare vorm lepel krijgt. Maar goed, dat kan later wel. Dit mes kan ondertussen wel dat bord een beetje voorlangs schilderen in die ovaal. Maak ik zo meteen wel wit van. Deze dus ietsjes verder deze kant op. Ook dat klopt niet helemaal met die pot die daar staat. Maar die ga ik niet nog een keer weer verplaatsen helemaal deze kant op. Nogmaals, het mag een iets wat vrijere interpretatie. Anders had ik dus even een schetsje van tevoren moeten maken. Ik kijk best wel op de paai. Want dat is het een beetje volgens mij. Meteen ook al die andere tint weer in. En dan ga ik boven die cranberries ook maar een beetje. En dat hoort natuurlijk weer bij die bovenkant. En dit hoort daar voorlangs. Nou, kijk dus ietsjes meer tegen die cranberries aan. Kijk aan. Een mooi bovenkantje. Het zijn best wel grotere dingen dan dat ik eerst dacht. Nou, die paars krijg je dus door de magenta. Dus die roze rood. En de Van Dijk bruin met elkaar te mengen. Nou, je krijgt ook nog wat streepjes. Een beetje van de magenta weer af, want anders wordt het te paarsig overal. Ik ga dit een beetje iets meer grijsblauw optrekken. Dat doe je dus de briljant blauw dan weer gewoon bij zo'n vieze kwast. En wat dit is, Joost maar gaat weten eigenlijk. En hier krijg je zo die rand van het bord. Kijk, het bord is natuurlijk nog helemaal niks. Met name die ovaal die klopt gewoon nog voor geen meter. Dan krijg je een beetje zo'n hangend bord. Maar goed, zometeen ga ik ook wel met licht weer werken. Hier de vork. En daar komt dan allemaal weer wit overheen. Dan krijg je nog weer. Nou, en de impressionisten, dat waren natuurlijk mensen die voor de eerste keer naar buiten gingen met hun gereedschappen. En snel moesten werken. Omdat met name ze het licht proberen te vangen. En dat licht, ja, dat blijft natuurlijk omdat de aarde draait, natuurlijk heel moeilijk even voor zo'n schilder poseren. Ze wel geprobeerd, sommigen met een dik ego, van kun je wat voor mij doen, licht, om even te blijven staan. Dus toen werd daarna de fotografie uitgevonden. En toen kon het op een gegeven moment. Zo even tegen dat dingetje. Dat is die bol. En zo'n raar fratseltje. Hier zo tegen, precies tegen dat glas aan. Wat dat nou precies is. Dat is de deksel zo, op de een of andere manier.
Ja, dat zit wel een beetje raar. Dus dan moet die bol ook wat verder weg. Anders dan lijkt het natuurlijk voor geen meter. Meer zo. Hele. Nou, even met die. Dat zijn wel heel specifieke highlightjes gelijk, maar dus ja, we poetsen er nog wel een beetje in, want anders zit je al wel heel snel op de top te werken, zeg maar, van. Wat wit is meteen. Ik ga het toch heel eventjes donker maken. Nou, het mooiste zou zijn als hij dat glas nog zou raken, want het is op de afbeelding wel zo. Maar dan moet ik aan die andere. Oh, nou, wel een beetje. Maar niet helemaal op het punt waar hij hem zou moeten raken. Want overlapping en dat soort zaken is eigenlijk best wel mooi. Om dat een beetje voor kunt krijgen. Deze kant ook nog wat breedte mag hebben. Maar goed, dat komt allemaal verder nog wel. Hier hebben we die pot nog. Nou, een beetje de boel aan elkaar breien. Want zo meteen ga je de boel weer uit elkaar trekken. Maar je kunt beter het iets meer naar elkaar toe schilderen dan te veel allemaal losse elementjes. Dus dat licht, die highlights, die komen zo meteen allemaal. Dus je gaat nu dit een beetje opeten. Met een fijne toets. En ook hier weer gewoon schilderen met opeten erbij. Dus dat je dit ook wel weer durft te, weg te halen. Anders ga je te veel isoleren. En dan krijg je nooit dat die achtergrond een achtergrond wordt. Want dan ben je gewoon al die tussenstukjes aan het schilderen die dan naar boven komen. Nou, dat wordt zo meteen allemaal nog weer licht. Een beetje viezige kleur, dus ik ga nu in de achtergrond wel even met schone wit werken. Nog een plekje vrij. Als het iets aanraakt, kijk, dit is wit op wit. Maar als ik een heel klein beetje een tintje erin doe. Als ik dus dit maar aan te raken weer. Dit is wit.
die zit die pot onder een soort kleedje of zoiets. Maar goed, het gaat erom dat je tekent wat je ziet en, of schildert wat je ziet en niet te veel je letterlijk bezig gaat houden. Ja, wat is het eigenlijk? Want dan ga je dus dat weer schilderen. Terwijl je moet eigenlijk gewoon, net zoals met portret, ja, gewoon schilderen wat je ziet en niet een neus willen schilderen en allemaal dat soort zaken. Gewoon in vlekken denken en niet te veel in wat is die vlek. Dan wordt het op een gegeven moment dat wat je dus aan het schilderen bent. Nou, dan trek je deze weer los. En daar weer ook wat met mooi licht tegenaan te knallen.